Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw stripvlog. Zoals jullie weten ben ik gek op strips. En ik ben altijd geïnteresseerd om nieuwe strips te ontdekken die ik nog niet ken. Vooral op beurzen vind ik het erg leuk om daar rond te lopen. Kijken van, goh, zijn er stripmakers die ik nog niet ken? Of maken zij dingen die ik nog niet eerder gezien heb? En één stripmaker die mij al een hele tijd geleden even op mijn netvlies kwam. Dat was de laatste keer dat de stripdagen in Rijswijk waren. Dat was in 2017, ergens in maart. Daar had Irene Berbé, die bracht daar een pitch van een strip waar zij aan het werken was. En zij wilde die strip ook in het buitenland gaan uitbrengen. Nou, ik had al zoiets van, oh, dat klinkt wel interessant, even in mijn achterhoofd te houden. In Gouda, afgelopen mei, kwam ik haar weer tegen. Toen liet ze al wat dingen zien. Toen had ik al zoiets van, oké, dat ziet er interessant uit. Nog weer iets recenter, in Kampen, kwam ik haar ook weer tegen. En daar liet ze vol trots haar boek zien. Kijk, daar is hey. Ulf Bert, haar strip is eindelijk uit. Het is een comic formaat. Hij is in het Engels, maar ze fluisterde me wel toe dat er een Nederlandse vertaling van gaat komen. En ik weet niet meer welke uitgever hij dat uit gaat geven. Ik heb er eentje in gedachten waarvan ik dacht van volgens mij zijn ze die. Ik ga niks verklappen natuurlijk. Maar dat zou ik wel heel tof vinden, want dat is een hele goede uitgeverij. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nou ja, en ik dacht, weet je wat, ik was in Kampen. Ik denk, ja, ik ga hem kopen, want ik ben zo ontzettend benieuwd ernaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk al vanaf de eerste pagina had ik zoiets van, wauw, dit tekenwerk is gaaf. Dit is echt ontzettend gaaf. Dit is genieten. Wauw. Kijk, en dan denk ik van, ja, dat is, dat, als je haar ziet, je loopt er bijna voorbij, maar dit is iemand die enorm getalenteerd is en prachtige tekeningen maakt. En daarnaast natuurlijk ook nog eens een keer een tof verhaal weet te bedenken. Een vikingenverhaal met natuurlijk een stukje magie erbij en de mythe. En er staat hier iets bij, ik doe het even in het Engels. In a world where myth and history collide, hè, waar mythologie en geschiedenis botsen met elkaar. Ik krijg alle elementen die in een vikingenverhaal verwacht, die zitten hierin en nog veel meer. Dus wat dat betreft is het echt heel erg gaaf. En er zitten een paar hele mooie schetsen nog bij aan het eind van het verhaal. En dit is nog maar het eerste deel. Er gaat nog meer komen. En ja, dit is toch allemaal een beetje eigen beheer. En ik probeer toch, met grote regelmaat probeer ik ook dit soort eigen beheerproducties te steunen. Want ik heb zoiets van, er zijn zoveel striptekenaars die prachtige dingen maken, die niet altijd bij een grote uitgeverij komen, maar die toch moeite doen daarvoor. Nou, dit vind ik echt de moeite waard. Ik heb er absoluut geen spijt van. En als de Nederlandse versie er is, dan wil ik die ook graag hebben. Want ja, ik vind het gewoon genieten. Het is gewoon prachtig werk. Dus, als je nieuwsgierig bent, zoek Irene Berbé op. Kijk eens naar haar werk. Kijk even naar dit boekje. Je hoeft niet te wachten tot hij in het Nederlands uitkomt. Je kan hem ook gewoon in het Engels gaan lezen. Het zijn dezelfde prachtige tekeningen. Dus als je denkt van, nou, dit is wat voor mij, steun dan deze tekenaar. Ga dit boekje halen en ga ervan genieten. Ik wens je heel veel leesplezier. En zoals altijd, bedankt voor het kijken. En ik zie je graag bij de volgende vlog weer terug.